Hoi, mijn welkom op het kanaal van de Visionator, Visionator NL. Ik ben Giel en ik doe vandaag gastrol op het kanaal van Chris. Ik vind het leuk dat ik gastrol mag uploaden. Ik ben 25 jaar en Chris vroeg mij of ik een gastrol wilde maken. Ik ben te vinden op The Dutch Warrior. Ik ben The Dutch Warrior en ik doe op dat kanaal commentaries over Call of Duty. Ik vind het best spannend. Ik vind het best spannend omdat ik niet zo heel vaak gastrollen doe. Ik doe voornamelijk Call of Duty. En de muziek die je hoort is ook goed, want dat maakt de gastrol beter. De gameplay is van Black Ops 2 beta. En Black Ops 3 beta. Dat was grap. Ja. Ik vind het best spannend allemaal. Ik hoop jullie niet erg vinden. Ik ben niet zo veel op YouTube geweest. Ik ben getrouwd. Dat was. Ik wilde vertellen. Ik ben getrouwd. Vond best fijn. Dag kijkers van Visionator en nou, welkom bij weer een nieuwe video hier op zijn kanaal. Het is al 3 minuten dat ik zo kut aan het doen ben. Natuurlijk is het allemaal niet waar, maar je ziet heel vaak gastrollen zo beginnen. Gelukkig zien jullie dat niet allemaal op YouTube, maar het is wel zo. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om een keertje zo kut te beginnen. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar dat maakt niet uit. Voordat je dacht, en ik denk dat er heel veel mensen hebben weggeklikt, maar voordat je dacht, het is allemaal echt... Nee, dat is niet echt. Gelukkig kennen er een heleboel van jullie mij waarschijnlijk onderhand wel. Ik ben Giel, ik ben 25 jaar, ik ben de Dutch Warrior. Ik upload op mijn kanaal voornamelijk kop, maar ook wel eens andere dingen. En ik ken Vis al heel lang. Misschien ken je mij ook wel van het kanaal van Paul, want daar upload ik ook gewoon heel vaak. Zo, dat was gewoon een kut begin. Laten we het eventjes uitleggen waarom. Dat is ook wel handig. Je ziet gewoon heel vaak gastrollen zo beginnen. Mensen die een gastrol opsturen, ik krijg ze binnen, maar ik denk dat Paul en Vis nog veel meer van binnen krijgen. Mensen die zo graag bekend willen worden, in de zin van ik moet groter worden, dat zij gastrollen gaan uploaden, die eigenlijk gewoon niet waardig zijn om überhaupt te uploaden. En geloof mij, dit soort gastrollen, en nog erger, krijg je binnen. Ik upload niet zo heel vaak gastrollen en als ik het doe, dan zijn dat vaak mensen die ik of heel goed ken, of mensen die ik het echt waard vind om te uploaden. Letterlijk gewoon echt die ik het waard vind. Ik ben redelijk streng. Ik heb in het verleden mensen 5-6 keer afgewezen, maar dat maakt niet uit. Het zijn er heel weinig. Heb jij trouwens een gastrol? Hartstikke leuk. Kan je nou Vis opsturen? Want dat doet hij, hè. In ieder geval, ik ben dus de Dutch Warrior. Ben 25 jaar, ben getrouwd. En ik ken Vis nu 3 jaar, denk ik. Ik ken Vis 3 jaar. En hij vroeg aan mij van de week, Giel, wil je ook een gastrol voor me maken? Want die wil ik graag uploaden. Dus ik zeg, geen probleem, komt eraan. Ik ga hem maken voor je. Dus hierbij een gastrol. En vandaag wil ik het voornamelijk dus hebben over hoe ga je dus gewoon een goede gastrol maken. En ik heb al heel weinig tijd, want ik ben veel te lang bezig geweest. Maar dat maakt niet uit. Gaan we gewoon lekker eventjes op de snelle manier doen. Hup! En zorg ervoor dat je kwaliteit goed is. Ja, gewoon een gameplay. 720p, minstens. Dat is gewoon goed. Nou, check. Heb ik.
Zorg ervoor dat je gameplay score goed genoeg is. Nou, check. Heb ik ergens 50 kills of zo? Voor mij is dat de standaard. 50 à 60 kills met zo'n 10 tot 20 deaths. Dat is het liefst wat ik upload of weet. Maar dat betekent niet dat dat de minimum standaard is. Want ik weet ook dat heel veel mensen die... kunnen dat bijvoorbeeld niet halen. En dat geeft ook helemaal niet. Op het moment dat je 25 of 30 kills kan halen met 10 deaths, is dat ook meer dan genoeg hoor. Dat is echt prima. Op het moment als jij 10 om 30 gaat, dan zou ik eens eventjes naar gaan kijken. Zal deze gameplay wel interessant zijn. Maar heel veel mensen gaan voor de commentary en niet alleen voor de gameplay. Dus misschien heb je daar nog een voordeel aan. Dus maak gewoon lekker die commentary voor je eigen kanaal. Helemaal top. Gebruik het niet voor de gastrol. Daarnaast zorg ervoor dat je cam goed is. Nou, mijn cam is gewoon verder prima. 720p ook. Dus dat is gewoon verder prima kwaliteit. Het is niet de beste webcam, maar... hij is goed genoeg. Zorg ervoor dat je geluid goed is van je mic. Nou, ik zorg ervoor dat ik gewoon een goede mic heb. Dat kan ook met een headset eventueel. Zorg er gewoon voor dat er geen pieken in zitten. Dat het helemaal gaat kraken. Heb ik in het verleden gehad. Heb ik van geluid. Zo, probeer ik dat niet meer te doen. Dat was echt zo'n... Oké. Zorg ervoor dus dat je geluid goed is. En dan als laatste. Zorg ervoor dat je een goede babbel hebt. Het onderwerp is niet primair. Het onderwerp is secundair. Primair betekent dus iets wat het belangrijkste is. En het belangrijkste is gewoon dat jij weet waar je over vertelt. Dat is gewoon heel belangrijk. Waarom mensen luisteren naar mensen die feiten kunnen vertellen? Daarom luisteren mensen vaak naar Paul. Want die heeft ook af en toe zijn feitjes. Hé, Paul? Af en toe zijn feitjes. Daarnaast, secundair is gewoon het onderwerp. Het maakt niet uit of je nou over de kat van je moeder praat. Het maakt niet uit of je het nou over school hebt. Het maakt niet uit of je het over de Call of Duty beta hebt. Als je maar weet waar je het over praat. Als jij zegt van de kat van mijn moeder, dat is net een hond. Want hij heeft een schapenvacht. Dan beginnen er bij iedereen vraagtekens te komen. Dat is niet zo interessant. Zorg er dus gewoon voor dat jij vertelt. Ums zijn niet erg. Je hoort bij mij ook ums. Ums, ums, ums. Ums zijn niet erg. Op het moment als jij die ums maar gebruikt in een vloeiende verhaal. Op het moment dat jij alleen maar zegt van dan wordt het irritant. Mensen gaan erop letten. Dat is vervelend. Maar op het moment dat jij bezig bent met een vloeiend verhaal en jij denkt eventjes, oh shit, waar moest ik het ook weer over hebben? En jij zegt eventjes een keertje dan maakt het helemaal niet uit. Mensen zullen zich daar niet zo snel aan storen. Maar probeer dat verband eventjes een beetje goed te pakken. Het zijn hele snelle tips, kleine tips die jou misschien kunnen helpen. Misschien ook wel hele logische tips, maar geloof me, we krijgen ze heel raar binnen die gastrollen. Dat je echt denkt van jongens, leer nou eens even. En het is nou gewoon eenmaal een trend. Iedereen die gewoon een computer heeft of een console, die een opnameapparatuur heeft of gewoon PS4 share, begint al aan YouTube. Dus, en dat is gewoon hartstikke leuk. Misschien zitten er wel hartstikke leuke talenten bij. Maar denk erbij aan, doe dat ten voordeel, want uiteindelijk een goede gastrol zorgt ervoor dat de mensen naar jou komen kijken, dat mensen jou leuk vinden en dan kan jij uiteindelijk ook gewoon meer mensen vermaken. Voor mij is dat het idee. Het is niet voor mij om duizenden of tienduizenden subs te hebben. Het gaat voor mij om, ik wil steeds meer mensen vermaken. Meer mensen entertainen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het gaat mij er niet om dat ik een miljoen verdien in een jaar. Dat interesseert me helemaal niet. Het zou hartstikke leuk zijn hoor. Ik ga niet liegen, het zou hartstikke leuk zijn. Maar het gaat mij er voornamelijk om dat als ik iets upload, dat mensen het leuk vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een likeje achter voor Vis. Voor mij kijken voor mijn kanaal als je dat leuk lijkt. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Ik zeg, bye bye.